Het Oosterhoutse wijkcentrum De Bunthoef wordt dit weekend tijdelijk gesloten. De politie heeft volgens de burgemeester aanwijzingen dat er dit weekend serieuze ongeregeldheden plaats kunnen vinden bij De Bunthoef. De sluiting moet voorkomen dat daarbij mensen gewond raken. Woensdag escaleerde een arrestatie van 3 jongeren bij het buurthuis. Zij gebruikten geweld tegen de politie. De gemeente evalueert maandag of de tijdelijke sluiting van het wijkcentrum moet worden verlengd.